is oefenspringen. Ik ga 60 springen met vrouwentje. Vorige keer 80, dan toen viel ik eraf. Mijn doel vandaag is om erop te blijven zitten. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik toch wel heel zenuwachtig ben. Of nou niet zenuwachtig, ik weet niet. Misschien dat ik het ook wel een soort te spannend vind of zo. Misschien zelfs een beetje eng. Nou ja, ik weet het niet. Ik ga het wel doen. Ik kan natuurlijk altijd nog stoppen als ik een hindernis niet zie zitten. Kan ik altijd zeggen, die hindernis doe ik niet. En zo zijn er natuurlijk talloze mogelijkheden. Ik heb ook gezien dat er niet een of andere rare hoek dit keer in het parcours zit. Dus dat zal ook vast schelen. Heel anders, als ik het niet wil, doe ik het gewoon niet. Neemt niet weg dat mijn enthousiasme niet heel hoog is op dit moment. Maar toch vind ik dat je bij zulke momenten kan kiezen om te stoppen daarna. Dus dat je het gewoon moet doen. En in ieder geval moet proberen. En dan de dingen die je echt niet ziet zitten gewoon niet doen. Maar dat je in ieder geval een poging moet wagen. En misschien valt het dan allemaal wel weer mee. Dat geef ik Tess in ieder geval altijd mee. Dus dat moet ik mezelf ook even meegeven. Had de GoPro het begeven, dus jullie konden niet meespringen, maar gelukkig is er altijd nog ons Kimmetje. Dus die heeft even gefilmd, dus dankjewel Kim. Bedankt Steve, want die heeft me geholpen. En ik moet zeggen, ik was toch, zoals ik vooraf al zei, een stuk zenuwachtiger dan dat ik had gewild. Maar goed, het is niet anders. En Steve heeft me er gewoon doorheen gepraat, dus uiteindelijk ging het prima. We leven allebei nog, zijn heel gebleven, zijn allebei blijven zitten. En paard eet nu. En ik ga ook eten. Dus bedankt voor het kijken naar deze video. En vond je het een leuke video? Doe vooral duimpje omhoog. Vergeet niet onze webshop. Daar, weet ik niet. En dan zie ik je heel graag van de week weer. Doeg!